die helm. Laat maar zien we dat je allemaal verzamelt dit. Niet dat ik die snel zal gebruiken. Ik heb twee verschillende Foot Soldier helmets verzameld. Natuurlijk die Viking helm die ik je liet zien. Ik heb ook de Cuckoo Knight helm. Belachelijk grote veer, maar wel een leuk dingetje om te zien. Alleen dat ze resulteert in een heavy load op dit moment. Ik heb even kijken, de Firemonk armor. Ja, Firemonk armor is heel goed, hè? Ja. Ik heb ook die Viking Gauntlets, de Kaiden Gauntlets, die heb ik ook. Ik heb eigenlijk volgens mij, op Armor na heb ik alles van Kaiden binnen. Ik heb de Raya Lucarian Gauntlets. En de Mausoleum Gauntlets. En ik heb ook de Raya Lucarian Greaves. Ja, dus ik kan wel even vooruit. Ja, ga ik in wel even fire. Oké. Let's go. Hoeveel wapens wil die worden in het spel? Deze is ongeveer het grootste wapen. Allee, het langste. Dat zijn kolossal wapens. Dus kolossal wapens zijn ook het traagste. Dus die hebben eigenlijk het meeste skill nodig. Je moet weten. Zie, dat duurt even. Oh, we zijn al invaded. Nu al? Pas op. Die loopt hier gewoon voorbij. Lol. Ja, nou, ik heb nog steeds een leuk dingetje hier klaarstaan. Wacht, zo, ik pak die wel. Waarom word ik een godsnaam schilderij binnen in de bossen? Ik doe die mimics veel en ik word gewoon een schilderij. Heb jij gezien hoe dat ik naar boven ben gegaan via die lift? Nee. Dus. Nou, ik ben zelf nog steeds bij de poort, bij de Site of Grace. Oh, ik ben verloren, lol. Fucking blink build, man. Ja, en ik wist. Ah, dat is echt kloten. Iedere keer dat je iemand joint met een lagere level, dat ik alles kwijt ben. Van mijn skills. Dat is echt fucked up. Oké. Terug naar dezelfde plaats en ik kom terug mijn teken neerleggen. Hé, mag je er vanaf nu? Het zou een beetje gemakkelijk zijn dat je meevecht. Vanaf dat er iemand in veet. Ja? Wij kunnen bekender geen zeer doen, maar als er twee invaders zijn, ze kunnen bekender wel zeer doen. Maar je kunt alleen maar één invader hebben met twee players. Dus we gaan gewoon met twee op één vliegen, want anders blijft dat maar deuren, ça va? Oké, nog even. Voilà, dat is goede training, weet je. Dan is er dat ook ineens wat gewoon. Mijn teken ligt terug neer. Soms moeten die Furl Calling Finger terug wegdoen en terug opnieuw poppen.
Beide zwaarden zijn inmiddels plus 5. Nice. Nou, dat zijn op zich geen slechte zwaarden hoor. In ieder geval niet voor beginners. Sword shorts en heel rappen. Dus nou, dat is het goede bron. Ik heb ook twee short swords hoor, maar die doen op dit moment nog niet zoveel schade als dat zou kunnen. Alright, let's go. Wacht, oh, oh, oh. Ja, ik zie je. Ik ben niet gek. Klein beetje maar misschien. Wat lief? Ik zeg, ik ben niet gek. Klein ja, beetje misschien. Ja. Ik heb er al een paar keer gehad zodat ik er zijn ingelopen. Maar mag dat niet uit hoeveel runes dat ik verlies. Ik heb een farm ervoor. Ik kan in, laten we zeggen, een uurtje meer dan 500 miljoen runes farmen. Oké, okay, wacht hè. Wacht. Daar zijn enemies. Zal ik die wel pakken? En die zijn vreed en betant. Wacht heel even voordat je begint. Bow, dat is eigenlijk een goed idee, dat ga je. Ik zal ook eens mijn bow pakken. Ja, toen ik hem zag, heb ik hem meteen gekocht. Toen is die bow. Crossbows, bows. Golem, bow, bow. Nog steeds een crossbow, maar leuk is anders hoor, dat ding. Dat heeft echt geen zin als je hem gericht moet schieten. Nee, dat is heel goed voor in close quarters. Omdat ja. Je doet een crossbow, de pulley crossbow, en die vuurt drie schoten rink achter je af. En die is eigenlijk heel goed in close quarters. Dat is ook de enige reden dat ik nog steeds de crossbow heb. Ik had het bijna verkocht. Omdat ik er toch geen reet mee kan voor gericht schieten. Okay. Die normaal. Oh, ik zie het. Wacht. Nee, nee, want er is... Jij weet niet waar de andere enemies zijn. Pas op. Wacht, hierboven. Nee, daar doen we. Ja. Bam. Deze bow is echt nice. Hoppa. Hoppa. Mario, that soldier help. Ooh, nice. Ik ben benieuwd wat deze geeft. Academy Glintstone Staff. Hier dit in een site op Grace. Is deze plek zo gevaarlijk dat ze er zoveel op elkaar gooien? Nee, niet echt eerlijk gezien. Maar sommige flutsen moeten wel, gelijk als waar we nu komen, achter mij lopen en niet vechten. Ook niet schieten? Gewoon... Nee, want nu gaan we in ambush territory komen. Dus 1, 2, 3, let's go. Blijven lopen. Oké, okay, nu even uw stamina terug, dus gewoon stappen, teruglopen. Hoppa, zo. En hier naar boven. Ja, zo. Ja, ja, echt lopen man. Niet gewoon stappen, lopen. Voilà. Ja, ja, tuurlijk, ik weet het. Manieren.
pas op. Ça va? Non. Let's go. Okay, deze is een belangrijke. Hier gaan we opdraaien, naar boven. Dan zaak ik mijn lift en dan springen we eraf. Ja, ik heb het gezien. Oké, okay, dan is het goed. Oké, voilà. Oké, nu komen we in een beetje moeilijk territorie, dus het beste om gewoon eigenlijk eerst alles te schieten. Hier daar ook. Er is daar nog geen links. En daar nog een rechts. Oké, okay, oh, 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 wacht, wacht, wacht. Ja, ja, er stonden nog verschillende. Shit. Ja. Vuur! Oeh, twee niers, gezien? Ja, ik zag hem. Ja. Oké, okay. En dan hier is ook, wacht, hier is zo'n pot. Ja, een ketel. Ja. Okay. En nog een Academy Glenstone staf. Ja, ja. Oké, okay, dus hier, recht van deur is er een. En dan, los achter ons, op de trap, zijn er nog twee. Dus, hoe doe je? Ja, hier. Waar zit dat? Hier. Oké, dus hier recht voor ons is er een. En dan achter ons op de trap zijn er twee. Pak je eerst een deur. Hier. Oké, nu zijn we dicht bij de eerste baas. In deze dingen. Ja. Oké, wacht even, hè. Ja, ga die nog een keer door de poort heen voordat je het zegt. Ik heb alleen nog maar één hand. Hoi. Zelf maken. Welk? Even kijken, die Flask of Crimson Tears kun je dan ook zelf maken. Ja, dan moeten we eerst de Third Church of Marika hebben. Oké, okay, gaat er maar door. Ja? Dan moeten we eerst naar de Third Church of Marika gaan en daar kun je dat unlocken. Lol. Ja, één voordeel heeft het, ik heb nu wel al mijn health potions weer terug. Ja, ik zeg het, hè, vanaf nu moet je, komt er al moeilijkere bazen, dus nu moet je zien dat je goed dodgt. Ja,
Niet gewoon tanken, dodgen. Oké, okay, get. Welke dingen zit jij? Debate Parlor, Schoolhouse Classroom? Ja, Schoolhouse Classroom, denk ik. Oké, okay. Dan pakken we de dia. Oké. Okay. En mijn teken is neer, vlak net voor de grijs door. Ja, pijlen moeten niet gebruiken tegen bazen, hè. Tegen bazen kan boos niks uithalen. Oké. We moeten eerst maar, terug die deur doen. Wat dan? Ja, je kunt meevechten, maar zie dat je niet gekild wordt, gelijk als er juist, hè. Godverdomme. Je doet niks zo irritant als mages. Man. Denk je dat je in staat bent om deze gang in te komen? Ja, tot kom op. Gewoon niet op dezelfde plek, Rick. Ja. Je kunt daar gemakkelijk in komen, normaal, maar niet als je er alleen voor staat, weet je? Want je moet denken, als iemand je joint, alle enemies worden sterker, hè? Oh ja? Ah ja, tuurlijk. Je bent met twee, dus iedere enemy krijgt plus 50% health. Ja, klinkt logisch, maar het is voor de eerste keer dat ik het hoor. Als je die gang inloopt, dan scheelt ons dat. Ja, dan scheelt het in ieder geval nog een hele reeks vijanden doden aan deze kant. Ja, ja, altijd van het daar te gaan. Zie jij mijn teken? Ik zal even het grote vingertje opzetten. Ik ben bang dat ik even moet teruglopen naar het begin. Oh ja, tuurlijk, naar de site of Grace, hè? De Schoolhouse Classroom.
daar. Ik zal voorbij te lopen, ja, ik ben er. Dat zijn ze allemaal. Oké, nu gaan we de baas nog eens proberen. Dus niet dus vergeten. Geen kruisboog erbij pakken terwijl jij met die bel? Wat dan? Geen kruisboog erbij pakken? Nee, nee, dat gaat niet zo talen gaan, want dan in heavy loads zijn. Dus, iedere keer dat hij zoiets blauw doet, dat duurt even, maar dan komt een zwaard aan de reu vliegt, hè? Dus dodge. Dat is geen dat je het hardste moet leren, makker. Dat is gewoon dodgen en altijd spacen. Oké, ben je er klaar voor? Wacht, hè, een secondje. Niet healen, niet healen makker, als die aan het aanvallen zijn. Altijd wachten tot ze gedaan hebben nu in aanvallen. Nooit niet die. Ja. Mid combo moet je nooit niet aanvallen of healen. Mid combo moet er altijd wegblazen. En dodgen. Ja, ik probeer dat te dodgen. Nee, je hebt heal aan. En daarom dat hij nu weer afgemaakt. Oké, ik kan terug op dezelfde plek zeggen, je zult daar ook wel gespaand zijn waarschijnlijk. Ja. Dus gewoon zien vanaf nu, makker, als die begint met aanvallen, wachten totdat hij stopt. Niet gewoon aanvallen, want dat is altijd een combo. En combo's kun je niet stoppen van bazen. Oké, dus je moet wachten tot hij stilstaat. Nee, je moet wachten vlak na een combo. Dan heeft hij altijd een paar, ja, een seconde of zo, dat hij je terug moet rewinden. En dat is de periode waarop hij gaat moet aanvallen.
En voor de rest, uw healing. Als je low health bent, dodgen. En pas dat je stopt met zijn combo, healen. Niet healen, mid combo, want dat al toch niks wordt. Dus je moet deze eigenlijk zien als tactisch vechten, alsof dat je echt zou doodgaan. En niet gewoon face tanken. Dan moeten we eerst al die dingen terug doen. Blah. Laat ik gewoon eens zien. Want... Gebruikt deze vuur ook of niet, hè? Wat ligt? Gebruikt die wolf vuur? Nee, die gebruikt dingen, hè? Magie. Magie. Oké, ja, als het echt alleen maar om de magie gaat, dan maakt het niet uit of ik mijn huidige tower blijf raken of de Scarlet Tower aantrek. Alleen als het om bescherming tegen vuur gaat, maakt het uit. Domme zeg. Is het nou mogelijk dat je maar een poison deur breekt? Echt joh, niks zo fucking goed als magisch. Deze is de meest irritantste baas dat er is in mijn ogen. Dat er komt. Ja, inderdaad, dat is het probleem. Die stoppen niet. Fucking aangeloos is deze gast. Pas op. Fucking kut gast. Oh. Oh, ik denk ik komt heavy rollen natuurlijk. Jongen, gast. Fuck deze kerel. Geef mij een secondje om een paar dingen te veranderen en doe me dan maar terug. Maar deze is gewoon uw kantje er al in voor staan. Ja, maar je kunt niks doen. Die maken nu in twee hits af. Wacht, ik ga even een paar dingen veranderen. Zo, dan kun je daar ook mee vechten, dan heb je een beetje meer bescherming. Die pot die staat op dit moment nog en pal bij dat site of praise in de buurt. Echt net op de nou ja. Als je die trap op bent. Geen stress, na zink prepared. Oké, ga ze terug op de site of Grace, hè? Ja, dat ben ik wel. Oké, mijn teken ligt neer.
Oeh, hij staat echt pal om de hoek, nog dichter bij ons eerst nu. Ja, ja. Zie je hem aan het kijken of niet? Nog niet. Heb je die furled finger gedaan? Zeker. Oh ja, dan komt hij. Echt, als je die trap op bent, meteen rechts staat hij. Dan weet je dat. Ja. Ik heb net zelf even gekeken, kijk nog maar een keer. De manual. Zeker. Nou, ik krijg per tank niks door. Oh, eigenaar. Nog eens proberen. Dat laat hij niet toe, het spel. Het bericht komt wel, touch gold summon sign, maar het blijft nu, blanco nu. Verder. Nu zou het weg moeten zijn, mijn teken. Ja, je teken is weg. Oké, ik kan dat terug neerdoen. Voilà. Ja, nu zink ik being summoned. Oké, okay. Kom je sniffen maast dan? Gelijk rechts. Ja, ik zag net zijn armpje nog kwijt. Ja, oké. Okay. Lukt dus even sniffen maast dan? Voilà, dat is magic bescherming. Dus gelijk, denk tot hem er nog? Hij staat er nog zeker. Ja, ik kan verschieten, eerlijk gezegd. Gelijk rechts, hij is nog maar net weg met zijn armpje voor deze doorgang. Oké. Okay. Maar met deze beschermer kan ik nu ook gewoon naar voren rennen. Ja, nu kunnen we mee. Dat ga ik toch zeker doen, want ik wil de zwaard een keertje bloederig maken. Zijn er nog andere beschermingen die ik hier nodig heb? Ja, maar je hebt er niks van. Wacht dan. Oké, niet vergeten, dodgen. Ja. Doe het best.
Ho, ho, hoppa. Nu de hier side of grace, want die komt die spawnen, denk ik. Ja. Dus ik kan hier vlakbij een nieuw teken doen. Maar nu zijn we vlakbij de hoofdbaas. En dat is ook een speciale fight. Met een coole cutscene. Goed, dat is... Ik kan een level omhoog gaan. Voilà, kun jij eens rap zien? Hoe noemt dat? Church of the Cuckoo? Ja, even kijken. Church of the Cuckoo, alright. Nee, dat was hem dus niet. Nee. Debate parlor. Daar zijn we gaan. Ja. Oké, ik kom een teken neer doen. Oh, dat kan niet hier. Ik moet eerst naar buiten stappen. Je ziet, als je on the side of grace en je face noord, als je naar buiten stapt, vlak als je buiten bent, voor een normaal man teken zien. Oké. Ja, ik kan dat hier doen. Vlak als je buiten bent aan die poort. Nu, het belangrijkste met deze basis in het begin kom je eigenlijk in een kamer met allemaal baby's op de grond precies, eigenlijk gehandicapten. En dan erboven hangt echt een grote madame te zweven. Dus wat er is in het begin, die baby's die beginnen te zingen. Eén ervan begint te zingen en er beginnen boeken naar u te vliegen. Dat ene moet je afmaken. Drie keer op rij. Dus iedere keer dat je er één af mocht, gaat er een andere beginnen zingen. Mocht er een die af, een andere beginnen zingen. Vanaf dat je dat drie keer doet, loopt het terug naar die grote vrouw die dat groot is. En dan moeten we die afmaken, want die valt dan op de grond. Oké. Okay. Wacht. Vanaf dat dat gedaan is, komt fase 2. Je gaat spawnen. En het allerbelangrijkste is dat je niet naar haar loopt. Het belangrijkste is dat je rent. Streven. Dat is het allerbelangrijkste, want die aan een eerste attack gaat je one-shotten. Iedere keer. Oké, dan streven dat als gewoon een zigzag, hè? Nee, streven is gewoon naar rechts helemaal rennen. Zeg maar? Okay. Dus gewoon weg van haar, dat ze niet naar u kan mikken, want als die haar raakt met uw aanval, ze het dood, direct. Nou, ben ik blij. Dat is eigenlijk... Trouwens, ik heb nog snel een paar... Oh nee, dat kan nu niet, level op hoog geval. Nee, dat kan niet meer. Ja, ik had er ook even aan moeten denken, want ik heb nog maar een paar duizend nodig voor nog een level erbij. Dan had ik makkelijk kunnen doen met een of twee van die common runes. Boah, kom, nog niet. Nee, dood ga ik toch wel. Goh, als je gewoon goed dodgt en goed strijft, dan kan ik ze wel pakken. Oké, okay, hier gaat een bal tevoorschijn komen. Los achter mij volgen. Hier tegen. Hoppa, rechter. Zo rap mogelijk lopen. Onderdoor. Op een andere bal. Ja. Wacht, dat is juist. Daar is nog één speciale knight. Zal ik die wel even pakken? Ik heb een carrier in de poort. Nice.
Heb je het schild erbij? Die is mij. We waren invaded, maar hij is teruggegaan naar zijn wereld. Dus dat waarschijnlijk niet meer dat we hier. Oké, ja. Jij mag eerst die cutscene zien, dus ik kan ons niet buffen. Ik kan u geen magic buff geven, dus gewoon zien dat je goed dodged, zeg eens. Zeg wat? En die cutscene is ook wel freaky. Allee, ik vond dat toch een beetje freaky, eerlijk gezegd. Little Calva. I'll soon birth thee anew, a sweeting, fresh and pure. Beach gaan vallen. Kom, we gaan die pakken, joh. Ik vind het niet de beach. Oeh. Ja, nu terug hetzelfde. Papa. Dat is ook, want die gaat ook schieten een keer. Die gaat iets speciaals doen. Die gaat terugvallen. Gaan we hier een keer. Oké, nu gaan we naar fase 2, hè. Dus niet vergeten, lopen. Nou, de eerste ronde hebben we overleefd. Ja. Maar nu komt de echte ronde. Dat is inderdaad een hele grote madame. Oh, my beloved. Have no fear. I will hold thee. Patience. Ye will be countless born forever and ever. Dit ziet er onheilspellend uit. Upon my name is Rani the Witch. This rich slumber shall not be disturbed by thee. Foul trespass.
trespasser. Send word far and wide. Dodge, neem ik aan. Of the last queen of Caria, Renala of the Full Moo. And the majesty of the night she conjureth. Here we go. Lopen, hè? Oké, nu zo agressief mogelijk zijn, zodat hij niet voor de magie kan gebruiken. Alleen door mijn makker, we moeten wel aanvallen. Hè? Fucking kut, man. Ja, Rick. Ik kan het niet volledig alleen doen, ze man. Ja, ga zit gewoon weg. Wow, ik ben dood. Misschien dat je ze nog kunt aflopen. Ja. Ja, maar de volgende keer zo agressief mogelijk zijn dat ze hun magie niet zijn gebruikt. Dat is die tot deze bal. Want die... Wow, dat is wel die niet zo sterk. Ja, je zult terug moeten gaan naar die Site of Grace van, we noemen het Debate Parlor. En dan terug naar buiten, aan dat poortje, daar ga ik terug mijn teken doen. Zelfde plek als eerst? Wat blieft? Zelfde plek als eerst? Ja, zelfde plek als er juist. Een beetje meer range. Oh my god, ze trok zich. Ik ben er al bekend, hè, makker? Ja, ik zat even te kijken naar de wapens, maar ik kan nu beide battle axes die ik heb gebruiken. En dan heb ik nog steeds een medium low. Dat is ook voor die Virgin of Doctor, hè? Ja, ik zie het. Maar die battle axes die doen niet zoveel schade als mijn zwaarden.
Oh nee, want die zwaarden zijn geupgraded. Ja, maar de battle axe is ook. Ik denk als ze allebei niet geweest zijn, dan kan het ook snel. Ja, ik kan geen dingen geven. Geen magiebescherming, want ja, dat al toch niet zo wat in het begin weten. Maar in het tweede gedeelte heeft dat wel zin. Als ja, je er maar, tijd voor hebt, tenminste. Dat is hem, juist gitte, geen tijd voor. Je hebt gezien die aanval dat hij doet, die straal, als dat je raakt, one shot. Ja, daarom, je moet echt hard targeten en blijven aanvallen. Ik zal een aanval doen, dus blijven lopen. Niet vergeten, dat is ronde 2, dus terug lopen, hè, makker. Dat is wel een coole cutscene. Ik moet die battle axes gaan upgraden, heb ik het idee. Als ik nu toch nog steeds een medium load heb, met in elke hand zo'n ding. Hoeveel endurance zijn er nou? My beloved. Ik heb een battle axe en een highland axe. Ik heb no fear. I will hold it. Nee, ik bedoel, hoeveel endurance heb je? Ye will be countless born. In je stad, dat vigor, endurance, als je opleveld, weet je? Ja, moet ik even zo wat kijken wat het was? Oh ja. Maar laten we eerst maar hopen dat we door dit gevecht heen komen. Sowieso. Upon my name is Rani the Witch. Dat is wel een van de graafste kopjes van de bal.
Ik zal u eens een keer moeten uitnodigen in Manenwereld toe. Zodat je kunt komen checken. Of the last queen of Caria, Renala of the Full Moon. And the majesty of the night she conjureth. Ja, zo agressief mogelijk maak ik. Pas op, oh, niet laten raken door die man. Dat is sterk. Ja, ja, tuurlijk. Dan maar even weg. Hoppa! Laat ze. Dit is het. Ja, die moet toch wel even. Een mooi tijdje. To my bitch. En dan moet je zien, die gaat in uw wereld blijven. En dat is eentje waarbij dat je altijd aan kunt respecten als je larvolteer zit. Oh, je bent er natuurlijk niet meer. Nou, nee, natuurlijk niet. Er is wel een Site of Grace nu weer hier. Ja, we moeten even pakken. Did he flee, my en dan moeten we zien, ja, die gaat hier nog blijven. Hè. Je moet even resten op die Site of Grace en dan gaan we die nog zien. There are books and lights. Je kunt ermee klappen plenty. En dan gaat u vragen: give me a larval tear. Come out, say I. Je kunt zo ook uw karakter wat veranderen. Thou, is it thy wish to be born anew? To become a ja, sweeting, reborn of my beloved egg. En wat doen we dan nu? Ik heb rebirth, cosmetics en leave. Maar wel, rebirth is dat je uw stats terug wilt herdistributeren. Maar de level is hetzelfde. Ja, customize is zodat je uw karakter kunt veranderen en leave, ja, spreekt voor de nagel. Ja, dat leave. Is natuurlijk gifs, hè. Ik zit er bijna over te denken om inderdaad even rebirth te doen. Dat ik iets meer naar strength en endurance kan doen. Dat kun je dus proberen, hè? In een larvolteer. Moet je eens testen. Ja, ik doe nu rebirth. Oh, larvolteer is required. Die heb ik niet. En ik ga de boil prawn shack unlocked. Dat is in Leonia of the Lakes. Vlak net voor de Scenic Isle Site of Grace. Fair and fine. Dus eigenlijk een beetje op beneden van Rea Lucaria. Ik kijk heel even wat ik heb. Och jezus, maar eerst een paar levels omhoog sowieso. Ik kan 3 levels nu in 1 keer omhoog gaan. Nice. En welke level zitten? Nou, ik probeer eigenlijk alles gelijk te trekken op 20. Dat was het plan. Daarna wou ik me gaan focussen op vigor, endurance en strength. Ja, nee. De eerste plaats altijd eerst vigor. De rest maakt niet uit. Het eerste waar je altijd levelt is vigor. En je moet zien, nooit niet proberen om alles naar 20 te brengen. Dat is het slechtste wat je kunt doen. Je moet altijd een bepaalde bult in je gedachten hebben. Ja, wil de strength van?
wilde strength gaan, dan pakte vigor, endurance en strength. Wilde je dexterity, pakte dexterity, vigor en endurance een beetje. Wilde je magie, dan pakte je FP dingen en dan intelligence. Fate, dan pakt de fate natuurlijk. En mind is voor meer FP, zodat je meer spells kunt doen. Ja, nou, je moet altijd... Wat? Ja, nee, dat kun je niet doen. Dat kun je absoluut niet doen. Dan moet je focussen op zwaarden en weet ik veel wat nog meer voor een ontrijd. En op boos natuurlijk. Nee, nee, je moet je wagen niet focussen op bepaalde zwaarden. Je moet je wagen focussen op hun stats. Dus alle wapens hebben wat ze noemen scaling. Als je naar je wapens ziet, in je inventory, dan zie je beneden attribute scaling. Strength, intelligent, arcane, en daar staat dan een cijfertje bij. Da, D, E, C, A. Zie je dat? Ja, nou, ik weet wat dat er is, ja. Maar ik zit nu eventjes te kijken in de Sides of Grace for Liurnia of the Lakes. Welke noemde je nou? Scenic Isle, is dat? Scenic Isle. Nee, Scenic Isle heb ik niet. En dingen, Boiled Prawns Shack. Nee, ik heb niks met Shack voor Liurnia of the Lake. Oh, wacht, Revengers Shack, dat is de enige Shack. Nee. Laskiar Ruins, is dat hier? Beneden, on the lake? Nee, ik heb ook geen, niks met Ruins erin. Godverdomme zich. Je hebt wel naar beneden al gegaan, hè? Dus... Fort Hight en Castle Morn heb je gedaan, hè? Ja, Castle Morn. Dus heb je dan op weg naar daar, vlakbij eigenlijk waar ik in het begin spawn, heb je zo'n dingen, Waypoint Ruins Cellar. Heb je een die? Vlak neffen dat merkje. Dit is zo'n vijver. En dan rechts er vlak neffen heb je zo ruins. Denk ik dat ik er een paar gemist heb? Ja, dan denk ik dat je eerst even straks via YouTube moet checken. How to find larval tears. En daarin staat de gemakkelijkste manieren en alle manieren hoe dat je larval tears vindt. Dan moet je straks even hier nog een halen eerst. Als je wilt redistributen. En dan moet je naar de Grand Lift of Dectus gaan. Dan ga je gaan zien, als je erop wandelt, hoist medaillen. Dat moet je dan doen. En dan kom je op de nieuwe dingen. De nieuwe area. Altus Plateau. Oh, wacht even. Ik denk dat ik iets heb. Even kijken. Limbrave, Agil Lake South, waar zit die? The Village of Gravels, Rose Church, Boil Prawn Shack, Carmen. Ik heb eens dat filmpje dat ik hem doorgestuurd. Het eerste of tweede zou hij normaal al moeten kunnen pakken. Van Larval Tears. Ik heb wel een andere notitie gezien. En daar heb ik wel een Site of Grace. Caelid, Highway South. Daar schijnt ook een troll te zijn in de buurt. Disguised as a one-way noble. En die dropt ook makker, een shot hier. Makker, je weer al bekend gewoon shot door die een baas er juist. Wat denk je dat zo'n troll met je gaat doen? In Caelid. Ja, hé, hey, maar... Ik heb jou, hè? Even kijken. Ja, oké. Ja, oké, ja.
Je hebt Kaelid Highway South, heb je dat? Die heb ik, ja. Dat is een site of race die ik zeker heb. Die heb ik op de lijst. Oké, ga maar al even naar daar. Kaelid Highway South. Oké, Voor zover ik kan zien wat hier rond. Nou, ik heb mijn teken neergelegd. Er lopen een paar skeletten in de buurt met een zeis. En dat is een Ja, beetje er alles wat lopen. er is nu hier. Er lopen veel aardiger dingen rond, Ja, hoor. oh, dat weet ik, daar heb ik ervaring Niet mee. open. Kaelid is echt een van de gevaarlijkste dingen. Kasteel hier, hè? Waar die trebuchets staan en waar zo'n vurige troll boven op de poort staat. Daar ben ik zelf al geweest, maar goed, nou kan ik in principe Ja, maar overal langs heen rennen, maar ik kom niet voorbij die poort. Die is dicht. Ja, nee, dat is een speciaal. Oh, wil je aan het doen? Daar is ook een baas, hè? Radan. Hele graaf een baas, hè? Een van de graafste bossfights dat je hebt. Maar, fucked up, hè? Fucked up. Crazy fucked up. Niet normaal fucked up. Ik kan dat niet anders uitleggen. Dus, zijn we er klaar voor? Dat is de vraag. Hey, waar ik klaar voor ben is die Golden Scarab, maar laten we eens maar even die Larval Tier regelen. Nou ja, zullen we dat al regelen en dan kunnen we daarna dus noods Radan doen, hè? Lead the way! Dat is dan ook een volledige nieuwe area dat je vraag speelt. Oh, ik hou van nieuwe areas. Leuk om te ontdekken Oeh. altijd. En een area dat je niet gaat verwachten, ondergrond, maar aan mij. Is het ook maar enigszins wat ik zou kunnen vergelijken met de beste ondergrondsgebieden in Skyrim, of... Nee, Skyrim is kinderspel tegenover dat. Dan hebben ze het heel goed gedaan. Ja, Alhoewel, echt. Daar zitten best wel wat gebieden tussen die ik heel erg mooi vind. Skyrim vond ik. Skyrim is een masterpiece. Oké, dus welke kant? Er moet hier een wonderful moment zijn. Ja, ik weet hem wel zijn. Ik kan al niet meer herinneren hoeveel keer dat ik larval tears nodig heb gehad. Oké, wacht even zien. We pakken deze, dat is even plezant. Zeg. Dat is even plezant. Oh, daar ben ik. Ja, Zeer. Ja, die trollen die zijn no joke soms, hè. Oké, normaal zou dan hier nu die larval weer moeten zijn. Zie je hem? Waar ik kijk zijn. Hier, waar ik kijk ben. Oh, daar! Nee, ik heb hier een stuk tekst. Wat? Serieus? Ja, nee, normaal moet ik hier. Normaal moet hier een larval weer zijn. Ik kijk wel even bij key items, misschien heb ik een paar buizen opgepikt.
Ah, dat kun je, ja, of ga gewoon, Nee, ja, Crimson wel. Crystal Tear, Green Spill Crystal Tear en een Spiked Crack Tear. Nee, dat is iets anders, dat is voor uw mixed physics. Ja, Larval Tear, ik heb hem. Ah, voilà, dat is goed. Ja, toen je die ridder doodde, die Carrion Knight, weet je wel. Welke Carrion? Kreeg ik ook automatisch dat schild, terwijl ik hem niet heb opgepakt. Wat moet ik killen? Nee, die Carrion Knight, hè, toen we op weg gingen naar die baas. Ja. Daar is een Carrion Knight. En dropte zo'n schild, de Carrion Knight's shield. Maar die heb ik niet zelf opgepakt, alleen ik kreeg hem wel automatisch in mijn inventory. En ik denk dat hier ook is gebeurd, dat ik gewoon automatisch die traan kreeg, want ik heb hem niet opgepakt, bewust. Ja, dat gebeurt inderdaad met sommige dingen, hè. Ja. Ja, dan kun je fast travelen naar dingen. Terug naar Rea Lucaria, waar hij, als je erover hovert, dan zegt hij dingen. Hier, wat is het? Rea Lucaria Grand Library. Ja, daar moeten we in. Oh, in een multiplayer natuurlijk, dat kan niet. Ja, nee, wacht, hier. Wacht. Nou, dan gaan we eens even kijken wat ik ervan weet te maken. Want ik moet en ik zal heavy armor gaan dragen. Thou art thou now assured of thy want to be born anew. Als je heavy armor wilt, dan moeten we een endurance naar boven. Ja, dat weet ik. Lower level, altijd eerst 4. Dat is het belangrijkste. Geen held is dood. Dat heb ik ook herhaaldelijk gemerkt, hoor. En soms is het ook eens een lucky hit. Dan gaat het heel lang heel goed en dan in één keer heeft even zo'n vijand een geluksmomentje en ik ben in één keer dood. Ja, dat deed hij wel. Dat is omdat je geen held hebt, hè. Dus je moet eigenlijk voor zorgen dat je niet alles in 20 doet. Wat wilde hij hebben? Wilde een streng bult hebben? Of wat wilde doen? Ja. Dus dat we eigenlijk echt iets wat filmpjes moeten checken over Elden Ring. Makker is waar we studeren, want dat is niet gewoon plug and play. Nee, dat blijkt. Oké, ik heb vigor, endurance, strength en dexterity naar 20 op dit moment. Ik heb nog niet op confirm geklikt. Die onderste drie die heb ik minimaal opgehoogd naar 10. Voor zover ze dat niet al waren bij begin. En mind, dat is gewoon ongewijzigd op 15. Ja. Ja, dan moeten we nu denken dat je. Dan moeten we nu gewoon fire gewoon in vigor totdat je 60 vigor hebt. Ja. 60 figuur in softcap. En dan daarna moet je kiezen. Wil je met rappen wapens gaan, dan ga je voor dexterity. Wil je strength hebben, dan ga je voor strength. En een doel. Want de meeste strength wapens zijn zwaar. Als ik die Banished Knight Armor probeer aan te trekken, dan zou ik al acuut op Heavy Load weer uitkomen. Maar de Fire Monk Armor daarentegen, dan heb ik nog steeds Medium Load. En die is ja, ook nog een stuk beter dan wat ik had. Ja, je moet altijd Medium Load blijven. Greaves. Ik zit nog steeds op medium load.
helm. Oh, ik kan nu ook die Cuckoo Knight helm dragen. Dan zit ik ook nog steeds op medium load. Nice. Dit is wel even een transformatie, zeg. Ga ik even kijken wat er gebeurt als ik een schild erbij zou pakken. De Brass Shield, Lord Sword Shield en de Jellyfish Shield, die resulteren in Heavy Load. Maar de Carrion Knight Shield, dan heb ik nog steeds Medium Load. Alleen die kan ik nog niet dragen. Dan moet ik Intelligence op 15 hebben. Ja. Ja, dat is wel soms. Nou goed. Ik ben al lang blij dat ik nu een veel beter panzer kan dragen. Ziet ja, er en dan nog niet eens zo slecht uit, deze combinatie. Veel uit panzers dat je hebt, dat is het plezant aan het spelen. Je hebt zoveel verschillende panzers, ja, dat je kunt blijven experimenteren. Eigenlijk zou je deze outfit even moeten zien. Het ziet er nog niet eens zo heel slecht uit, die combinatie. Even kijken. Ja, we gaan... Dat ik de Grand Lift of Dictus al ontlokt. Ik ga naar het gedeelte behind the castle, bij je Weeping Peninsula, Limbrave. Dat is bij Castle Moord. Nou... Nou nee, dat is niet wat je moet hebben, hè. Wacht. Om naar de volgende area te gaan, moet je twee medaillonhelften nemen. Juist hetzelfde dat je voor, nodig hebt voor achter Melania te gaan. Oké, waar moet ik dan naartoe? Ik kan u een filmpje doorsturen. Oh, dat is ook een filmpje, oké. Okay. Oh, wat was dat voor de larval hier?